Wist je dat algen en bomen 5 miljard jaar geleden de eerste bewoners op aarde waren? Doordat zij zuurstof produceerden, kon de mens zich supersnel ontwikkelen. Inmiddels zijn we met miljarden mensen en is onze leefwereld behoorlijk veranderd. Hebben we bomen nu nog steeds nodig? Nou en of, want samen met de algen in zee produceren bomen het grootste gedeelte van onze zuurstof. En zonder zuurstof kunnen wij niet leven. Ook eten ze CO2 op. Dat is goed. Want door de groeiende uitstoot van broeikasgassen is de CO2 in de lucht veel te hoog, waardoor de aarde steeds sneller opwarmt. Door CO2 op te eten, zorgen bomen ervoor dat de opwarming vertraagt. En wist je dat bomen een flink deel van alle fijnstof die de mensen produceren uit de lucht filteren? Daardoor wordt de lucht veel gezonder. Maar dat is nog niet alles. Eén boom geeft leven aan wel meer dan 250 plant- en diersoorten en draagt zo bij aan de biodiversiteit. Met zijn stuifmeel kunnen bijen bijvoorbeeld gewassen bestuiven die zich daardoor kunnen voortplanten. En verder zorgen bomen voor natuurlijke verkoeling, een goede afwatering, houden ze wind tegen en ze maken mensen gelukkiger. Gelukkiger? Jazeker! Want als we bomen om ons heen hebben, zijn we creatiever, socialer en actiever. En ook lachen we meer en zijn we minder vaak ziek. Wat zijn bomen toch eigenlijk geweldig! Maar wereldwijd, en zelfs in Nederland, neemt het aantal bomen nog steeds af. De bomen die overblijven kunnen de uitstoot van CO2 niet meer aan. Kan het niet anders? Jazeker wel. In Midden-Brabant zijn er veel mensen die weten hoe belangrijk bomen zijn. Dat zijn de boomkwekers van Greenport Midden-Brabant. Zij willen de wereld om ons heen juist vergroenen in plaats van volbouwen. Zij laten jonge bomen 100% duurzaam opgroeien, zodat die elders hun belangrijke werk kunnen doen. Midden-Brabant is dus eigenlijk de groene kraamkamer van Nederland. En daarbuiten. Ook bedenken zij, samen met kunstenaars en ontwerpers, nieuwe toepassingen om onze wereld verder te vergroenen. Zodat steeds meer mensen begrijpen hoe belangrijk bomen zijn voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefwereld. Een wereld die zonder groen niet kan bestaan. Wat ga jij doen om onze leefwereld verder te vergroenen?